Zo, zo, zo. Dit is een goede start van de dag. Ja. Oh, wacht, het is in het Engels natuurlijk. English breakfast. It's a good start of the day. Ready for good day. Yes. Nou, laten we het gewoon Nederlands houden. Want je hebt een verrassing voor mij vandaag, hè? Ja, we gaan vandaag iets leuks doen. Ja, voor mijn verjaardag nog. Ja, je had het al een hele lange tijd van me te goed, dus Ik ben benieuwd, Martijn. Ik ben echt heel benieuwd. Heeft hiermee te maken misschien? nee, Nee? nee, nee. Het is wel iets cultureels, dat dan weer wel. Spannend. En ik wens jullie heel veel kijkplezier met deze video. Zo, wij zitten in de trein. Ik weet nog steeds niet waar we naartoe gaan. Maar je houdt het echt goed verrast, Martijn. Klasse, ik ben benieuwd. We gaan naar Zwolle. Naar Zwolle? Ja, de trein gaat naar Zwolle, maar wij stappen ergens onderweg uit. En misschien stappen we weer ergens over. En dan gaan we misschien wel weer terug. Ja, nou, we zien het wel. Nou, wat heb je nou hier, Mr. Steve? Ja? Ja, ik heb hier een lekkere Komen we net ijskoffie. aan. Ik denk van nou, we gaan meteen door. En moet hij Ja. eventjes een stop maken? Ja, we zijn nu in Den Bosch. Ja. Ik heb echt geen idee wat we hier gaan doen. Iets cultureels, maar. Ja. Maar wat dan? Wat dan? Ja, hij gaat zien. We gaan zien. Ja, we zijn in Den Bosch in ieder geval. Dus. Nou, kom, we gaan. Ja. Nou, Martijn. We zijn nu al uren in Den Bosch aan het rondlopen, voor mijn gevoel. Verschillende museums voorbij gelopen. En je weet dat ik niet zo van museums ben. Ja. Hou die spanning eens even van me af, jongen. Ik heb er echt geen zin in. Ik ben nou zo benieuwd wat voor verrassing je hebt. Kijk ondertussen al koffie, zin in koffie. Zullen we wat lekkers gaan halen? Ja, is goed. Een broodje of zo. Kom. Nou, oké, is goed. Ik volg je wel. Eindelijk weet ik wat we gaan doen. We gaan namelijk bossenbollen maken. Ja. Superleuk, Martijn. Dat is echt een verrassing. We zijn eigenlijk al een beetje halverwege in de workshop, ongemerkt. Ik dacht, oh ja, ik moet nog filmen, maar het komt nog wel een keer. Ik ga een keer voor jullie een tutorial maken. Echte bossenbollen met suiker en met stevia. Zometeen gaan we waarschijnlijk gelijk over naar Crossums on Tour in Jump Square Tilburg. Dus hou de video zeker in de gaten. Oké, ja, 180 gram. Ik neem dit vast eventjes mee. 180, maximaal 200, hè? Ja. Ja, je bent er al. Ja, zo. We zijn er. Nou, de chocola gaat erbij. Hij kookt al, dus het mag. Nee, je moet echt lekker spotten. Oké. Okay. Flink spotten. Oké. Okay. Flink spotten. Nou, jullie kunnen vast de hollen pakken, kom eens weer. Loop even door. Oké. Okay. Jullie, ja, jullie kunnen afwegen. Ja, dan kun je het erbij gooien in één keer. Er één keer erbij gooien. Ja. En dan gaan we roeren op de plaats. Ja, yes. We gaan roeren op onze plaats. Kijk, daar zijn we al. Zo. In het begin lijkt het alsof hij aan het schiften is. Maar hij is aan het oplossen, de chocola. Maar dat is juist de bedoeling. Echt mooi, mooi. Als jullie klaar zijn. En Martijn, je had het al eerder over karamel bij de chocola. Ik denk dat ze dan dit bedoelen. De suiker die je hebt. Ja. Ik denk dat het ook wel lekker zou zijn met karamel. Het zou een bijzondere combi zijn, denk ik. Je wil hem aflikken? Je mag hem aflikken met foto. Ja. Met ja, op video, zelfs, op video. Meneer. Ja, gewoon gedetailleerd. OnlyFans. Nee, aflikken, dan denk ik de volgende. Even kijken. Je maakt niet mee van Oh nee, ja. Oh, je moest hem een beetje schuin houden ook, hè? En dat mag je zelf ook wel doen, hè, Martijn? Je hebt nog een hand. Een beetje. Kijk, dan maak je hem veel meer volume. Oh ja. Oh.
Hé, hey Martijn, het is helemaal niet erg dat je vingers onder zitten, want oh, het is echt lekkere chocola. Ja? Ik zie er nog twee keer. Ja, 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 hij gaat beginnen. We gaan beginnen. Schuin houden. Ja, ja, zeker. Dat, die zijn niet lang kaal meer. Ik heb een broodje gekocht bij de broodje. Er stond oude kaas op. En toen at ik het, zat er ook een keer augurk op. En was een beetje. Wat doe je? Ja, ik pak het wel. Ja, ik pak het wel. Lekker op en neer. Maakt niet uit wat voor je. Martijn, je moet wel de room slaan, hè? Ah, nou doe je het goed. Je komt eroverheen, dus die kool is niet vast genoeg. Een beetje schuiner mag wel. Ja, we maar anders komt er overheen. Ja. Ik kom er al overheen over de bol. Ja. Ik neem ze zo even over van je. Als je klaar bent. Hoe wordt het nu je? Als je weer bent. Zo. Bengeltjes van gisteren. Bengeltjes? Oh, ja. Max en Moritz. Ja. Even lekker opkloppen dit. Even wat agressie. Laat het eruit. Ja, kan ik in bakkerij Krummel werken? Heel mooi. Ja, nee, dat is nog niet agressief genoeg. Dat lijkt er al op. Ja, ja. Je zegt wel dat je de belletjes na moet doen. Ik doe het thuis ook altijd. Maar... Ik hou het thuis altijd. Kom maar, ik pak een nieuwe. Kijk. Ja. Niet te hard op kloppen, hè. Dit begint al... Ja. We gaan hem zo meteen eens boven mijn hoofd houden. Niet, ik zal niet te lang meer horen. Ik zal even vragen. Ja. Nou, Martijn, hou de schaal maar eens ondersteboven. Ik vind het zelf nog wel. Ja, ik denk dat ik doe deze. Ja, ja. Ja, hij kan. Ja, oh. Ja, we kunnen. Daar moet je ook niet bij. Oh ja. Zo. Nou ja, dat doen ze inderdaad. Over de vingers. Ja. Afschrapen. Weet je zeker dat ik hem mee kan nemen? Nee, wacht even. De deur. Ja. Ja, nog dit zo wel. Dan gaat ze ook sushi negen maken en dan gaat ze dat. Ja. En dan sushi voor hem en dan wil ik wel horen. Ja. En wederom denk je weer aan de bengeltjes, hè?
Heeft een spuitmondje erin, doen eerst, hè? Ja. Zit hij erin? Ja. Ja, hij zit erin. En dan... Niet te vol. Is hij zo vol? Zo? Nou, dan dat er nog wel iets... Ik kan het proberen. Zie je dat? Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, maar die andere niet. Ja, kom maar. Oh, kijk maar. Kijk mijn kuisje. Oh. Oh, andere kant op. Oh. Ja, die komt er weer omhoog. Ik denk wel. Ik help je. Ja. Ja, hij gaat hier. Bloed serieus. Ja, ik ben ook serieus. Ja. Oké, okay. Zo. Zal ze laten zien hoe het echt moet. Kijk, zo moet het dus echt. Ja, dat is waarschijnlijk niet op chocola voor. Oh, daar was gelukt. Hij heeft wel gemaakt. Ja, maar hij wordt niet bollen. Nee. Zo weer in de dag bij jou. Nee, is weer. Foto maken. En even moeder en even zus. Ja. Oh. Ah. Oh. Iets te vol. Ah, nou ja. Ook al een open rug. Hè? Ja. 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 Nou ja, ze zien er in ieder geval netjes uit. Dat is, wat is de schade? Oh ja, ja, ja. Twee oogjes en je hebt een de bossenbollen monster. Dan moet ik eens even kijken of die van mij nog redelijk. Simpele reden. De zijn. En als je die eet met de chocola omhoog, dan spuit de slagroom er onder het eten uit. De bossenbol expres opeten, want ja, dit kun je natuurlijk niet laten zien aan mensen. Op zijn kop, zei de om zijn kop en in 5 tot 6 happen. Dat is hap 1. Nee, we gaan niet tellen. Is hij lekker? Ja, een buisje. Oh, hij is heerlijk. Met de blauwe kant naar binnen vouwen. Hap 2. 2. Ja. 6 goed happen. 6 happen. Nou, hij is lekker. 3, kom nu. Met de blauwe kant zo meteen naar binnen vouwen. Het zijn uw bakjes die je moet vouwen. Spreekt voor zich. We gaan eens even kijken. Dat laat ik allemaal binnenvouwen zo. We hoeven er waarschijnlijk maar 2 mee te nemen. Kom ja. Hap. 3 op. Lukt? Nou, kijk eens. Hap 4. En, weet je al wat je. Kunnen we hier iets kijken of we dit zelf kunnen doen? We gaan het zeker zelf een keer maken. Sowieso de 40% room. Dus dat is ook al een uitdaging. We hebben een goede chocola met 56% cacao. Nog 5 ondertussen. En vieze handen. Ja. Nu weet ik het allemaal nog. We moeten het challenge halen natuurlijk. En de rest is de verbetering aan ons eigen. Met de overkant zo meteen in de zak stoppen. Kijk, dank u wel. Jullie geld hetzelfde. En ik stop met filmen. Nou, hap 6. Ik heb hem niet helemaal op. We worden 8 happen. 7 oké, 7. Nou, eet het veel, hè? Nou, tot straks. Nou, Martijn. We hebben lekker... bossenbollen gemaakt. We zijn al richting de trein. Ja, jij gaat terug naar Breda en ik ga nog even lekker sprinten. In ieder geval heel erg bedankt voor de workshop bossenbollen en nog wat merch die we hebben gekocht.
Dus heel erg bedankt. Het was een leuk verjaardagscadeau zo. Maar de vlog is zeker nog niet afgelopen. En ik neem jullie nu mee richting Jump Square Tilburg. Ja, en dan zijn wij in Jump Square Tilburg. Want hier is dus dat Crossjumps evenement. Heb jij er een beetje zin in? Ja. Wie denk je wie er allemaal zijn vandaag? Robin. Robin. Milko, Brett, ja. Ik denk dat er hier wel heel veel mensen zijn. Wilde jij nou een trick laten zien? Of? Ja, ik wil best een trick laten zien. Wat zeg je? Ik wil best een trick laten zien. Ja? Nou, waar wil je de trick laten zien? Eerst heb ik nu de trampolines. We zijn bij de trampolines. Woe! Oh! Oh, nou, er valt heel wat te trainen voor jou. Maar ik wens je heel veel succes en heel veel plezier vandaag. Ik heb ook een YouTube kanaal. Mijn YouTube kanaal, dat is Mr. Stevia. Maar ik heb er ook een. Oh, hoe heet jij op YouTube dan? Kom even. JC Thuis. Oké. Ik ga je opzoeken, ik ga abonneren. Ik ben ook geabonneerd op jou. De rest gaat ook op jou abonneren. En ja, heel veel plezier vandaag. Ja. De gouden legende Devin is er ook. Ja, bij zoiets moet ik bij zijn, hè? Ja, bij Reni moet je echt bij zijn. Daar hoor ik bij, hè? Ik ga een beetje zo filmen, anders filmen we in het licht in. Hoe is het met jou, Devin? Ja, goed. Ja, goed, het ligt met jou, want ik heb jou ook al lang niet meer gezien. Nee, ja. Ik ben nog lekker aan het sprinten bij Crazy Kangaroo in Roosendaal. Ja? Ja. Maar dat gaat goed nou dan? Ja, het gaat goed met mij. Ik kan je zo meteen wel een vette trick laten zien, nou, als je wil. Die jij niet verwacht van mij. Nee? Nee. Ah, dan ben ik benieuwd. Ik ga het nog niet eens raden. Ik wil hem eerst zien. Nee? Ik ben benieuwd. Nou, ja, of je moet mijn vlogs nog een beetje in de gaten houden. Dan weet je het misschien. Crossjumps vlogs kijk ik zelfs nog. Dat is eigenlijk heel erg. Oeh. Ja. Ik ga dit zo meteen wel heel gaan sturen hoor. Nee, alleen. Ja, goed. Heel veel plezier vandaag. Ik zie je zo meteen. Om jou dadelijk te zien springen, toch? Ja, ja, ja. Ja, dat bedoel ik. Ik wens je nu heel veel plezier. Ik zie je zo meteen nog even terug met de trick. Dat is goed. Als ik jou op de trampoline zie staan, kom ik naar je toe. Ja. Ja. Ik ga naar de High Performance zo meteen. Ja. Oh, dat is goed. Oh. Ja. Komt goed. Ik kom dadelijk eens bij jou kijken. Yes. Ja? Ja, ga maar. Oh, hey. Ja. En Devin. Ja, chapeau hoor, want het was knap. Ja? Ja, ik denk dat ik het nog niet eens meer kan. Je had het niet verwacht van mij, hè? Nee, ik had het niet verwacht. Nee. Want die heb ik jou bij Crossjumps ook nooit zien oefenen. Nee, dus dan heb je toch vordering gemaakt. Ja, ik heb hem al een keer geoefend, maar ik mocht hem niet meer doen van Jochen, omdat ik heel vaak op mijn nek ging. Ja, nu niet. Nu ging het perfect, toch? Ja, dankjewel. Dan zou ik hem nog een paar keer blijven oefenen. Ja. En op je voeten land. Ja, komt goed. Nou, train hè. Er is iemand die aan mij vroeg, kun jij een frontflip in de airbag? Nou, bij deze ga ik het doen voor je. Mr. Stevia, dit is natuurlijk hoog, hè? Gewoon wel mee, hoor. Nou, maar ja, ik vind het toch een gevaarlijke fratsen die je allemaal uithaalt hier. Ik kan het weten, je moet oppassen met de airbags. Ja? Wat gaan we doen? Oh, ik weet niet. Naar achteren vallen. Doei! Oh, lekker bezig, man. Yes. Wat vonden jullie daarvan? Nee. Heel vet! Ja, goed bezig, goed bezig. Super cool. Er is nog een legende. De enige echte Brett de... Brett de Raket! Inderdaad! Ja, wat leuk om jou weer te zien, Mr. Steven. Ja, dank je. Echt joh, ik heb al slapeloze nachten gehad omdat ik jou gemist heb. Ja, dat snap ik. Ja. Ik heb een challenge voor jou. Nou, jij hebt een challenge voor mij. Ik heb een challenge voor jou. Oké. Een Webster met de rug naar de muur toe. Ja? En dan in die Webster doe je een beetje de Spider-Man move. En voor de kijkers die niet weten wat de Spider-Man move is. Ik heb nu een afbeelding. Oké. Maar... voor de mensen die niet weten welke trick die nou bedoelt, Mr. Stevia gaat hem wel even voordoen. Nee. Oh nee? Nee.
Voor de mensen die niet weten, ik heb al best wel lang niet meer gesprongen. Dus, Mr. Stevia, kan ik deze challenge ook aan iemand doorgeven? Dat mag van mij. Mag ik deze challenge doorgeven aan de enige echte Devin? Ik... Ja, je mag het doen, maar... Ja, dan loop ik even met jou mee. Komt hij aan. Ja, ja, ja. Ik zie hem daar namelijk al staan. Ja, ja, ja. Hij zit er alleen met de oude hoeren natuurlijk. Ja, hij moet ook een beetje sprinten natuurlijk. Focus, jongen. Ja? Zeg maar hier even... Ja, wat? Even voor de vlog van Mr. Steven. Ja. Een challenge voor jou. Het betekent wel, als je deze challenge kan, dat je al voor mij hebt gewonnen. Want ik heb hem niet gedaan. Ja, maar wat is de challenge? De challenge is... Een webster met je rug naar de muur toe. En in de webster doe je een beetje de Spider-Man move. Wat? Ja. Oh, met je rug naar de... Ik snap het. Dioni, ik ben even aan het filmen voor deze Mr. Stevia, oké? Okay? Weet je wel, joh. Hey, we doen een hele spannende challenge aan een video. Dus allemaal even mijn video kijken. Tegen de muur aan. Ja, dat gaat dus niet. Maar Devin gaat hem proberen, ja? Ja, maar ik snap hem niet. Ja, ik snapte hem ook niet helemaal. Zijn het dan mijn IQ lager was geworden? Maar kan hij gewoon hier gewoon een webster doen en dan met die Spider-Man move? Ja, maar kun je geen webster met... Normaal doe je webster... Een webster... Zeg eens 10 keer webster. Even opnieuw op mijn video. Normaal doe je een webster toch met je buik naar de muur toe. Dat is geen webster. Een webster is een... Webster is zo'n frontflip. Webster is een frontflip dat je benen zo poef naar achter trapt. Oh, walspin. Heb ik iets anders? Walspin bedoel je? Ja, walspin. Oh, nee, dat gaat maar niet lukken. Een walspin, maar dan met je rug tegen de muur. Nee. Oh, dat is een flare. Ja, je bedoelt een flare. Maar die kan jij wel, maar dat ga ik niet meer proberen nu. Ja, ik kan. Oké, okay, let op. Ik ga hem proberen. Oké, okay. Ja? Ik ga hem toch proberen, maar ik doe hem wel op de trampolines. Ja, is goed. Ja, want dat is een beetje soft play. Sorry, hè, snap je? Jongens en meisjes, ik heb de verkeerde trick doorgegeven. Ja. We zijn erachter gekomen dat het een walspin is. Ja, ik dacht webster. Ja, maar als je met je rug tegen de muur zit, dan is het dus een flare. Ja, nou ja, goed. Nou goed, ik denk dat hij dit bedoelt. Maar we kunnen wel Webster. Maar ik kan wel flare daar tegen de waltram doen, dat is wel te ja, doen. Maar we kunnen wel Webster proberen in Spider-Man houding te landen, toch? Ja, nou, Devin doet even een Webster, komt hij aan. Wel oppassen dat je geen kind trapt. Als je die voelt, dan maar heel even. Ja, moet wel oppassen dat er ook een kind een beetje drukkend is. Ja? Maar in Spider-Man houding. Ja. Kijk, ik trap deze. Spider-Man houding niet zo, hè? Dat snap ik. Oeh, er komen twee Spider-Man tricks in mijn video. Ja. Oké. Hij was niet te ver. Hij is nog steeds goed, hè, die Devin, hè? Hij is nog steeds goed. Maar ik ga wel eventjes die flare doen. Ja. Zo uit de camera. Ja, ja, ja. Hier, alsjeblieft, Mr. Stevia. Ja, dankjewel. En dan na zoveel tijd, hè? Steeds. Opzij. Zou ik even langs mogen? Oh, 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 oh. Kan je al niet meer bijhouden, Brett? Daar komt hij, hè? De flag. De Spider-Man flag. Maar wel hier zo, hè? Ik kan helemaal geen flag. In ieder geval, ja, die kan ik wel. Okay. Die was mooi, hè? Okay. Die kan jij ook. Nou, dan heb ik een challenge voor jou. Nee, hou op, man. Deed je nou ook de Spider-Man? Ik ben nou al een beetje. Ik heb nou last van mijn kamer. Deed je ook Spider-Man? Move erin. Hey, heb je die gefilmd? Die was nee. Mooi. Nee. Ik moet hem nog een keer doen. Maar dat gaat niet tegen deze muur. Nee, is de bal ook gaat gewoon. Een soort ronde muur vol. Oeh! Ja, dat gaat wel. Ja, maar het is lastig, want hij veert heel. Dit zijn nou ook allemaal naaien. Ja, dat ik vind het hij altijd. Daarom jongens en meisjes, heeft Brett mijn challenge gehaald? Nee. Laat het. Ik stem al mee. Laat het me weten in de comments. Ik stem sowieso ja. Nou ja, kom goed. Maar goed. Zat kijk, er een Spider-Man move in? Ik heb het wel gemist, jongen. Echt waar. Zat er een Spider-Man move in? Of? Nou, de volgende keer als ik jou zie. Dan kan je wel editen toch zo? Ja. Volgende keer als ik jou zie, wil ik jou een flare zien doen met een Spider-Man move erin. Okay. Afgesproken? Ik ga oefenen. Nou, ik doe hier zo echte Spider-Man, ja? Ja. Woe! We hebben een echte Spider-Man. Ja. Nou. Hij laat je hangen. Hartstikke plat. We zien elkaar. Oké. Okay.